Goedendag, welkom bij een nieuwe Boerenbusiness Marktflits over de zuivelmarkt. En het is echt huilen met de pet op. Een probleem komt nooit alleen en dat zien we nu heel goed terug. Want, wat kwam er gisteren door de Kamer heen? Een motie die stelt dat kalfjes langer bij de koe moeten blijven. Los van wat je daarvan vindt, het is toch weer een extra stukje onzekerheid voor een sector die al met zoveel onzekerheid te maken heeft. En hoe kun je nou ondernemen als je niet weet wat er met de fosfaatrechten gaat gebeuren, de weidegang druk in discussie is en dit er ook nog eens bij komt. Tegelijk dalen de zuivelprijzen verder. Kaas zakt bijvoorbeeld naar een onderkant van 2 euro in Duitsland. Dat geeft aan dat de markt echt dramatisch is. Magermelkpoeder, een min van 1 euro in Nederland, komt uit op 164 euro per 100 kilogram, ruim onder interventie. Volle melkpoeder, min van 3 euro, doet 192 euro. Boter, een min van 3 euro, 261 euro per 100 kilogram. Het geeft aan, de melkprijzen hebben het laagste punt op dit moment nog niet bereikt.